Hoofdstuk 15, de Ruy Lopez opening. Hoofdstuk 14, de eerste soort opening beschreven. Het Italiaans. Wat is het verschil tussen de Italiaanse opening en de Ruy Lopez opening? Dat lijkt klein. E4, E5, de zogenaamde openspeler. Paard F3, paard C6. Dit zijn ook de zetten in het Italiaans. Verschil nu, loper B5. Dit is het Spaans, of de Ruy Lopez opening, loper B5. Het Italiaans was loper C4. De Ruy Lopez opening, oftewel het Spaans, vernoemd naar een Spaanse bisschop. Hij schreef er een boek over in de 16e eeuw en later in de 20e eeuw hebben deze grootmeesters de opening groot gemaakt. Paul Keres, Alexander Aljechin en Bobby Fischer, niet de minste. En verdrongen daarmee de Italiaanse opening qua populariteit. Het Spaans wordt veel meer gespeeld dan het Italiaans. Dit zijn de zetten dus. E4, E5, de openspeler. Paard F3, paard C6. De reden waarom deze zetten, hetzelfde als het Italiaans. En loper B5, de typische Spaanse zet. Loper B5. Waarom loper B5? Vergelijking met loper C4. Wat deed die zet ook weer? Valt het centrum aan. Centrumveld D5. Plus de zwakke F7 pion. Het ontwikkelt een stuk en bereidt de rokade voor. Dit zijn de zogenaamde openingsregels. Behandeld in hoofdstuk 3. Dit zijn ze nog een keer. Controleer het centrum, ontwikkel je stukken en breng je koning in veiligheid. Ook deze zet voldoet daaraan. Ontwikkel een stuk. Voorbereiding van de rokade. Alleen lijkt dit niet te kloppen. Controleer het centrum. Toch is dat wel het geval. We zien namelijk dat de loper het paard aanvalt. En dat paard verdedigt de e-pion. En de e-pion staat aangevallen door het paard. Dus stel dat de loper slaat, dan is de e-pion in gevaar. Dus indirect centrumcontrole. Hoe gaat dat verder? Ja, toen ik deze opening voor het eerst op het bord kreeg met zwart, was het een beetje paniek. Stel dat de loper het paard slaat, dan verlies ik mijn e-pion. Een logische zet lijkt dan D6. D6 verdedigt de pion. Dat is de zogenaamde Steinitz-verdediging. D6. Het wordt weinig gespeeld. Het is ook niet de beste zet. Hoe gaat het verder? Direct speelt wit D4. En zwart moet iets doen, want de pion kan doorschuiven, waardoor het paard gepenst staat, paard in gevaar. De pion kan slaan. Gebruikelijk is echter verdedigen met de loper. Wit ontwikkelt het B-paard naar C3. Zwart doet hetzelfde met paard F6. Wit rokeert. De loper naar E7. En dan zien we ook een beetje het nadeel van de zet D6. De koningsloper wordt een beetje geblokt. De witte lopers staan actiever. Direct de toren naar de E-lijn. De koning is in gevaar, want de E-lijn dreigt open te komen. En logisch zou dan zijn, direct rokeren. Dat is echter niet de goede zet. Dat leidt tot de trash trap. Dat laat ik zien in les 2. Hier geen tijd voor. Normaal is de pion slaan en afruilen. Paard slaat D4. Nu kan zwart wel rokeren. Loper slaat het C-paard. De B-pion slaat terug. Kan ook met de loper, maar dan komt het paard. Dame in het spel. En de E-toren verdedigt. Die trap laat ik dus nog zien. De terras trap. Hier zien we, wat ik altijd zeg, dat wit beter staat. En dan een beetje met een scheel oog kijken. Wit heeft een overhand op het bord tegenover zwart. Wit staat hier beter. Wit zal dit willen doen. Zwart zal zo willen doen. Dit is een sterke zet. Tot zover de Steinitz variant. Wat wordt meer gespeeld in het Spaans? Dubbellijnse verdediging, wat is dat? Ten eerste moeten we
kijken naar wat ik net liet zien. Moeten we wel bang zijn voor die Epion, die straks ongedekt komt te staan. Laten we even zien. Het Spaans met een loper B5. Nu doet zwart in plaats van D6 een andere zet. Paard F6, de zogenaamde Berlijnse verdediging. Nu lijkt het alsof deze pion in gevaar is als de loper slaat. We gaan kijken wat er gebeurt als de loper slaat. Normaal slaat een pion naar binnen, maar hier slaat de D-pion naar buiten. En dat is om de volgende reden. Stel dat het paard de pion slaat. Pardon. De dame in actie. Met zowel een aanval op het paard en de pion. Beide stukken kunnen onmogelijk verdedigd blijven. Paard zal terug moeten. De dame slaat de E-pion. De dame moet verdedigen en afruilen. En hier verliest wit de rokade. En wat we nu zien is een actief loperpaar voor zwart. Dit is niet goed voor wit. We gaan terug. Het paard slaan is sowieso minder, want dit heet ook wel een kwalificatie als de sterke koningsloper. Die moeten we niet zomaar voor een paard afruilen. Niet aan te bevelen. We gaan naar het Spaans met de Berlijnse verdediging. Dat is dus paard F6. Een andere mogelijkheid, dat is pion A6. Daar kom ik zo op terug. Wat is hier normaal? De Berlijnse verdediging. De hoofdlijn is wit rokeert. Wit rokeert. Dit kan ook. Paard C3 met verdediging van de E-pion die nu ongedekt staat. Dan volgt altijd een loper C4 met vervolgens de rokade alsnog. Dat laten we misschien later zien. Eerst de open variant van de Berlijnse verdediging. Dat is deze, de open variant. En dit kan wit doen, want het paard slaat de pion, pakt dus een pion, maar die pion die is eigenlijk niet te verdienen, want hier zien we dat het paard wordt weggejaagd door de toren. En dan komt deze pion tweemaal aangevallen te staan, met eenmaal een verdediging. Echter, deze zet wordt minder gespeeld in deze variant. Dit is meer populair. D4, kom ik later op terug. Dit is normaal als de loper dit speelt. En nu moet zwart wel oppassen, want zwart denkt misschien met het paard, ik val de gevaarlijke loper op B5 aan. Maar dat is niet aan te bevelen, want hier slaat het paard de E-pion. Het paard staat verdedigd. En stel nu dat toch het paard de loper slaat. Dan komt deze zet met een aftrekschaak. Schaak. Met aanval op de dame. Dit kost de dame. De dame kan tussen plaatsen, maar ook daar slaat het paard. Dit is niet normaal. De loper slaan. Dit hoort. Dan is deze zet inactief. Kom ik later ook nog op terug. We waren dus gebleven bij de open variant van de hoofdlijn. Dan moeten we nog even terug naar het diagram van daarnet. Slaan is de open variant van de Berlijnse verdediging. En D6 is de gesloten variant. Nou, de rokade kan zwart echter nog een andere zet doen. Dat zie je steeds meer. Dit is paard G4 en dat leidt tot de zogenaamde fishing pole. Kom ik terug in les 2. Meer populair is echter de Murphy's verdediging. En dat is dit. Dit zijn de Spaanse zetten. En de derde zet voor zwart is pion A6. Paard wordt gevraagd om een reactie. Kan alsnog slaan, maar het nadeel hebben we net gezien. Loper gaat terug. Zwart kan dit doen, maar dat laten we nog even zitten, want zwart ontwikkelt dan geen stuk. Interessanter is wat er hier gebeurt met het paard en de loper. Normaal is loper F6.
het wit rokeert. Pardon, wit rokeert. Dus loper A4 en paard F6, wit rokeert. En dan krijgen we twee grote varianten. De open variant met paard slaat E4. Dat behandelen we in les 3 en 4. En loper E7, de gesloten variant van het Spaans. Les 5 en 6. Dus dit is het open Spaans. En dit het gesloten Spaans. Tot zover deze eerste les over de Ruy López.